Welkom bij een nieuwe aflevering van Weerwolven. Een spel waarbij 12 spelers het tegen elkaar opnemen. Er zijn dorpelingen, weerwolven, heksen en een cupido. De spelers vertrekken allemaal wanneer het nacht wordt naar hun huisje. Daar vinden zij welke rol ze hebben. De weerwolven mogen als eerste naar buiten komen. Hun doel is om alle dorpelingen zachtjes uit te schakelen. Zij moeten samen beslissen welke dorpeling zij in de nacht willen opofferen. Zij mogen maar één speler per nacht opofferen en moeten samen op dezelfde stoel gaan zitten. Dezelfde beslissing maken. Samen besluiten zij op de stoel van de kleur rood te gaan zitten. En daarmee gaan ze terug naar hun huisje. Er is één iemand die dit kan tegenhouden. En dat is de heks. Dat is deze keer kleur rood, die ook is opgeofferd. Deze heks kan 3 keuzes maken. Wanneer hij 1 keer springt, gaat hij mee met de keuze van de weerwolven. Met 2 keer springen kan hij iedereen redden. Dat kan hij maar 1 keer doen. Of 3 keer springen en daarmee iemand anders opofferen. Ook dit kan hij maar 1 keer doen. Hij besluit om iedereen te redden en daarmee dus zichzelf. Als laatste mag ook de cupido naar buiten komen. De cupido moet zijn of haar geliefde kiezen. De cupido gaat op de stoel zitten van de persoon die hij of zij aan zichzelf wil linken. Gaat de cupido dood, sterft die speler mee. Sterft die speler, zal ook de cupido sterven. Vandaag zijn dit grijs en bruin. En daarmee mag iedereen wakker worden door de keuze van de heks. Hallo. Hallo. Ik wens jullie ook een hele fijne morgen. Iedereen lekker slapen? Ja, zeker. Ja. Spelers. Iedereen is in leven, maar wie verdenk je? Nou, ik zou het nog niet zo heel goed weten eigenlijk. Speler Oranje heeft nog geen idee. Ja, ik vind het een beetje lastig om al iemand te kiezen. Dat kan, deze eerste ronde is dat altijd lastig. Speler Roze, heb jij misschien een verdachte in je hoofd? Het is nog een beetje, zoals je zegt, nu iedereen nog even een beetje lastig. Maar nee, ik heb nog geen verdenkingen. Speler Geel, heb jij misschien een verdachte? Nee, nog niet. Duidelijk. Speler Donkerblauw is het, ja. Nee, ook niet. Speler Donkergroen dan misschien. Heb jij een verdachte in je hoofd? Nee, het is een beetje moeilijk om nu al mensen uit te kiezen, maar nee. Speler Paars, heb jij een verdachte? Nee, we hebben elkaar nog helemaal niet gesproken en ik heb dus ook nog niks verdachts gehoord. Dat kan zeker kloppen deze eerste ronde. Het blijft lastig. Rood, jij misschien wel? Nee, het is de eerste ochtend en iedereen is ik heb geen verdachte. Speler Lichtblauw, heb jij een verdachte? Ik heb echt nog geen idee. Speler Lichtgroen dan misschien? Nou, er is ook niks gebeurd, dus nee. Duidelijk. Speler Bruin, heb jij een verdachte? Nee, oké. Speler Grijs dan misschien? Nee. Speler Zwart dan misschien als laatste? Heb jij misschien een verdachte? Nog niet, want er is nog niks gebeurd. Vanaf deze aflevering werken we met een nieuw stemmingssysteem. De spelers hebben allemaal gekleurde blokjes in hun huis liggen. Deze blokjes staan gelijk aan de kleuren van de spelers zelf. Eén voor één en anoniem gooien zij een blokje in de hopper. Aan het einde van alle stemmingen tel ik de blokjes bij elkaar op en de speler met de meeste blokjes is door de dorpelingen uitgekozen om opgeofferd te worden. Hoewel alle spelers net aangaven dat ze nog geen idee hebben en niemand verdenken, zullen we toch erachter komen wie zij eruit willen. Nadat alle spelers gestemd hebben is het duidelijk. Speler Rood zal worden opgeofferd. Ik breng het nieuws aan de spelers en Speler Rood mag zich in het midden van de tafel in de lava storten en vertellen wie hij was. Ik was de heks. Alweer? Hoewel de heks zichzelf nog even probeerde te redden van de weerwolven, is hij door de dorpelingen zelf opgeofferd. Niet echt de beste zet als we kijken naar vorige matches uit het vorige seizoen. De weerwolven mogen weer naar buiten komen en samen besluiten zij om op de stoel van de kleur grijs te gaan zitten. Dit is tevens de cupido. Dit zou voor de weerwolven dus een goede zet zijn, omdat ze ook direct speler bruin zouden uitschakelen. En omdat er geen heks meer is, is ook gelijk de nacht klaar. Iedereen zal moeten accepteren dat de weerwolven aan het moorden zijn. Goedemorgen. 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 Iedereen lekker geslapen? Jazeker. Zeker. Ja. Mooi. En waar is
Waarom zijn er twee weg? Of zelfs drie? Betekent dat een van hun Cupido was of zo? Ik kom eraan, ik zit erin. Dat is inderdaad heel goed nagedacht dat het de Cupido zou kunnen zijn. Dit is ook zo, maar dit weten de spelers nog niet. Het wordt nu verteld, speler Bruin, jij gaat jezelf opofferen omdat speler Grijs de Cupido was en jou gelinkt heeft aan zichzelf. En daardoor nemen we afscheid van... Wat was jouw rol? Maak het maar bekend aan de spelers. Ik was een burger. Een burger. Oh. Oh, dit is zo naar. Nu zijn we al drie mensen kwijt die niks hadden gedaan. Juist ja. In de ook een heeft gered. Dat is heel goed gezien. Daarom wil ik graag weten wie jullie verdenken. Ik heb eigenlijk al een verdachte in mijn hoofd. En wie zou dat dan zijn? Ben ik verplicht om wat te zeggen? In principe niet. Je zou het voor jezelf kunnen houden als je dat tactisch vindt. Oh, ik hou het stil. Dat kan een tactische zet zijn, maar wie weet. Spelen donkerblauw. Wie verdenk jij? Ik heb een gedachte, maar ik ga ook nog niet zeggen. Oké, je houdt het ook voor je. Speler donkergroen dan misschien. Het is de tweede dag en ik heb nog niet echt iets verdachts kunnen zien. En zo net alleen Gerrit die een blokje in zijn hand had, maar meer niet. Dus ja, ik houd het stil. Ik weet het niet, echt niet. Oké, je houdt het stil. Speler paars, heb jij een verdachte? Nee, ik heb ook nog geen verdachte. Oké, duidelijk. Speler lichtblauw, heb jij een verdachte? Ja, ik vind het heel lastig, maar nee, nog steeds niemand. Oké, speler lichtgroen, heb jij een verdachte? Nou, ik zit met twijfelen, dus ik ga er niet echt iets zeggen. Oké, iedereen houdt het voor zich. Speler zwart, heb jij dan misschien een verdachte? En wil je het ook kwijt? Ja, maar ik ga niet zeggen wie. Duidelijk. Speler oranje, heb jij een verdachte en zou jij het wel? Ik vind het wel een beetje raar dat iedereen stilhoudt. Dat maakt jezelf ook verdacht. Maar ja, ik verdenk groen eigenlijk wel, donkergroen. Aangezien hij helemaal duidelijk zit te zeggen dat hij het niet is. Nou, dat lijkt me niet nodig, toch? Is dat zo? Zeg ik dat? Ja, je zei ik ben het niet. Nee, ik zei dat ik nog geen keuze had gemaakt omdat het pas de tweede nacht erbij is. Ja... Ja, dat heb ik gezegd. Nee, dat heb ik gezegd. Ik heb het ook gehoord. Ja, ik denk dat je het verkeerd hebt gehoord. Maar goed, ga door. Duidelijk. Speler Roze, heb jij misschien nog een verdachte die je ook kenbaar zou willen maken? Oh, sorry. Ik wilde zeggen dat het pas de tweede nacht is en dat ik het eigenlijk ook niet precies zou weten om nu al een naam te roepen. Dus dat vind ik ook een beetje lastig, maar... Ik heb twijfels, maar ik denk dat ik ook maar niet hardop ga zeggen voordat mensen alweer rare dingen gaan denken. Goed, de spelers hebben dus besloten om vrijwel allemaal hun mond dicht te houden. Eigenlijk was er één iemand die uitsprak wie ze verdacht vond. Namelijk speler Oranje zei dat over donkergroen. Je ziet dat donkergroen direct een stem tegen Oranje teruggooit. Maar gaat er nog wat uithalen? Heeft het effect gehad dat speler Oranje ervoor uit is gekomen dat ze speler Donkergroen verdenkt? Je ziet ook dat ze er gelijk op stemt. We kijken in de kist en dan zien we dat speler Groen ook daadwerkelijk de meeste stemmen gehad heeft. Het heeft dus degelijk zin om je verdachte uit te spreken. Speler Groen offert zich op en wat was hij? Jongens. Ik was de weerwol. Yes. Oh, yes. Dat was een goede keuze. Oh my god. Yes. Yes, jongens. Oh, dat was wel lekker. Eén weerwolf uitgeschakeld, nog steeds één weerwolf over en daarmee gaan alle spelers terug naar hun huisje. Nu mag er nog één weerwolf naar buiten komen per nacht en dat is speler Roze die over is gebleven. Zij kiest er direct voor om op de kleur oranje te gaan zitten, de kleur die daarnet de andere wolf direct wist uit te schakelen door als enige haar mening te geven. En daarmee mag iedereen wakker worden, behalve oranje. Goedemorgen, zonder hallo allemaal. Hallo. Ja, ben ik. Ja. Speler Oranje is uitgeschakeld. Wie verdenken jullie? Ik heb wel een verdachte, maar ik heb gezien dat het niet zo slim is om het uit te spreken. Dus ga ik ook niet op. Door het uit te spreken is net wel een wolf uitgeschakeld. Ja, ik heb ook een paar, maar ik hou het ook niet voor mezelf. Duidelijk. Speler lichtgroen. Verdenk jij misschien iemand? Ik weet nog steeds niet zeker, dus ik ga niet zeggen. Nog steeds niet zeker. Oké, speler zwart, verdenk jij dan misschien iemand? Ja, ik verdenk twee, maar ik houd het voor mezelf. Je houdt het voor jezelf. Oké, speler roze dan misschien?
Ja, ik vind ook wel dat iedereen houdt het maar voor zichzelf. Maar ik ga heel eerlijk zijn. Ik verdenk Eva tegenover mij, speler blauw. Want, ik weet niet, die had straks ook een commentaar. En ik vind het een beetje... De persoon die commentaar geeft, wordt gelijk uitgeschakeld. Vind ik een beetje... Beetje, ja, raar. Maar dat is mijn verdenking en dat durf ik best te zeggen. Nou, dat is heel goed. Speler Geel? Ik verdenk de persoon links tegenover mij. En welke kleur is dat? Dus lichtgroen. Lichtgroen, oké. Speler Donkerblauw, verdenk jij misschien iemand en wil je het kwijt aan de groep? Stem ook lichtgroen, want alle buurman is al vermoord, dus ja. Alle buren zijn al dood. Behalve Eva. Behalve Eva, inderdaad. Oké, ik wil van iedereen weer stemmen zien. En dat gaan ze dan ook weer massaal doen. Ze duiken één voor één anoniem het stemhokje in en laten hun kleur achter. Hij moet natuurlijk wel goed in de hopper. En we gaan even kijken naar de stemmingsronde. En dan zien we dat er overduidelijk gestemd is op lichtgroen. Daarmee nemen we afscheid van lichtgroen. En die mag natuurlijk vertellen wat hij of zij was. Ik ben een gewone burger. Oh, shit. Een gewone burger is weer verloren gegaan. Dit gaat niet goed. De nacht valt weer en de spelers gaan terug naar hun huisje. En het is weer aan de weerwolf om naar buiten te komen. Speler Roos mag wederom een speler uitschakelen en besluit om op de kleur zwart te gaan zitten. En met die keuze gemaakt hebben, gaat zij terug naar haar huisje. En mag iedereen wakker worden, behalve de kleur zwart. Zo, hallo. Hallo. Goedemorgen. Oh, het is een beetje leeg allemaal. Mijn buurman is weg. Er zijn weinig dorpelingen meer over. Ik wil graag weten wie je verdenkt. Ja, half. Je verdenkt half iemand, dus je wil het ook nog niet kwijt. Speler Roze, heb jij misschien een verdachte die je zou kenbaar willen maken? Ik denk oprecht lichtblauw, want net had iedereen... Verdacht iedereen groen, dus iedereen stemt op groen en vervolgens gaat groen eruit. En de avond erop is zwart weg. En zwart heeft niks gezegd de hele ronde, dus ik zet mijn gok op blauw, maar ik weet niet wat de rest denkt. Ik ben ook zeer benieuwd. Als ik nou word afgemaakt, hoop ik het niet. Speler Geel. Nee, op lichtblauw. Speler Geel, wie verdenk jij? Ja, de vermoedens blijven. Ik weet het niet. Twijfel, vermoedens, je gaat het niet vertellen. Speler donkerblauw. Ik weet ook nog echt niet. Iemand verdacht. Duidelijk. Speler paars dan misschien. Wie verdenk jij? Ik denk net zoals roze, lichtblauw. Duidelijk. En daarmee gaan de spelers om de beurt naar beneden. Speler lichtblauw stemt op roze. Speler roze stemt verrassend op geel. Speler geel stemt ook op lichtblauw. En vervolgens heb je nog twee spelers. Spelers donkerblauw stemt op roze. En speler paars stemt op lichtblauw. Als we dan naar de stemming kijken, en jullie hebben het bijgehouden, zul je zien dat er twee gelijke zijn. Speler roze en speler blauw. Wat ik nu heb gevraagd is of de spelers die niet de meeste stemmen hebben gekregen, namelijk geel, donkerblauw en paars, om nogmaals een roze of lichtblauw blokje te halen en nogmaals een stem uit te brengen. Ze zijn met z'n drieën, dus er zal hier sowieso iemand uitkomen. Wat ik alleen niet zo goed begrijp is waarom de weerwolf, roze, heeft gekozen om niet mee te gaan met lichtblauw en daarmee nog een speler uit te schakelen, maar besloot om op geel te stemmen, die totaal niet genoemd is deze stemmingsronde. We gaan het zien. We lopen richting de kist en even kijken wie de meeste stemmen heeft gepakt. Het is speler roze, de weerwolf. Dit mag ze dan ook bekendmaken. Jammer. En ik wil jullie feliciteren, jongens. Want ik ben een weerwolf. Ik kan alleen niet naar binnen. Fijn. Hoppakee. Het was een goede gok. Het was zeker een goede gok. En een domme fout van speler roze natuurlijk. Wat is er misgegaan? Ja, die gok op mij, dat was wat oranje eigenlijk zei. Want ik zei het op zich wel goed gewoon. Ik heb er nog geen mening over. Het is van de tweede nacht. Maar blijkbaar had oranje het verkeerd gehoord. Maar het was wel juist een goede keuze, vooral van Oranje. En toen werd ik verdacht en toen was het eigenlijk game over voor mij. En, Dat was inderdaad het einde van Donkergroen. En in deze aflevering hebben we kunnen terugzien wat je nou echt zei. Maar wat ging er mis bij roze? Waarom op geel stemmen? Nee, klopt. Hè. Wat ik wilde doen is, ik wilde eigenlijk zorgen dat de rest, wat ik had gedaan, anders. Dan had ik de rest zeg maar op blauw laten stemmen.
En dan vervolgens had ik een hele preek gegeven van, ja jongens, we moeten nu samenwerken om één iemand uit te schakelen. Dit is mijn verdachte, want niemand zegt wat. Ik ben de enige die maar steeds verdenkingen schreef. Want ik heb expres ook blauw niet uitgeschakeld toen ik blauw verdacht. Toen heb het was expres... heel toevallig. Ja, ik heb expres nu zwart eruit gegooid. Want ik denk, als ik nu blauw eruit gooi, dan komt het wel heel verdacht over dat nu opeens blauw weg is. Maar dat was een hele slimme keuze, want ik wou op je gaan stemmen, dan was je ook dood geweest. Want jij nam het voor die ene op als eerst, dus daarom wou ik op jou nu. Nee, het waren net echt dilemma's of ik nou blauw of roze moest kiezen. Maar toen dacht ik, die pep talks die zijn zeg maar wel een beetje overdreven en een beetje verdacht. Maar gewoon, ik kies een kleur, dan blijf ik ook bij. Dus deze keer was het roze. Complete gok. In ieder geval, spelers, gefeliciteerd met het winnen van de tweede aflevering van dit seizoen. Wil jij nou ook meedoen? Hou dan mijn Twitter in de gaten. Daar laat ik altijd weten wanneer de nieuwe opnames zijn. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.